finally, our 12 points go to Denmark. New Denmark. And finally, our 12 points go to Holy Team. Hashtag Neil. The Netherlands. Hi, good evening, Europe. Our 12 points they go to Belgium. Ladies and gentlemen, we're having so much fun. Welkom en leuk dat je kijkt naar de vijfde uitzending van Eurovision Calling. In de aanloop naar het muziekfestijn van het jaar blikt OutTV terug op voorgaande edities. Je ziet Nederlandse en Vlaamse deelnemers van weleer met veel beelden uit de oude doos. Er komen ware songfestivalkenners aan het woord. Je hoort anekdotes, roddels en relletjes van achter de schermen uit de eerste hand. En natuurlijk brengen we je op de hoogte van het laatste nieuws rondom het Eurovisie Songfestival 2014. Ik ben Marion. Ik ben Karin. Ik ben Laura. Ik ben Mandy. Wij zijn Frizzel Sizzel en we deden mee aan het Songfestival in 1986 met Alles Heeft Een Ritme. Alles kun je laten zingen. Een groepje. In Hilversum traden wij op, overal en nergens. En toen kregen we de aanbieding om een plaat te maken met Erik van Tijn en Jochem Fluitsma. En het jaar erop mochten we naar het Songfestival. Frizzel Sizzel, eenmaal jong. Ja, wij zongen dus twee liedjes, eenmaal jong en alles heeft een ritme. En wij vonden zelf eenmaal jong het leukst. Maar ja, het publiek koos voor alles heeft een ritme. De naam is verzonnen door mijn moeder. Zij was onze manager en die heeft ze uit het woordenboek gehaald. Dus ze dacht frizzle, wat rijmt er op frizzle? Sizzle. En toen bleek het ook nog wat te betekenen. Weet je, friseren, kroezen, krullen. Goeie naam. Ja. Nou, iedereen kent de naam. Ja. Dat is natuurlijk leuk. Wat moet ik u vertellen over vier Hollandse meiden waarvan er drie nog nooit gevlogen hadden in een stad als Noorwegen. Ze hebben ontzettend veel plezier gehad. Ze hebben keihard gewerkt. Ja, de hele week hebben we er gezeten. Ja. We zijn naar ieder feestje gegaan. We hebben niks over gezien. We zijn overal naartoe gegaan en ook gestyled. Echt doorgestyled hoor. Want we hadden overal kleren voor. Goed, hè? Het was één groot avontuur. Ja. Je hebt een paar favorieten van jezelf. Ja. Die vind je leuk. Ja. Niet zozeer vanwege het liedje eigenlijk, maar meer vanwege dat het leuke mensen waren, toch? Ja. Nou, sommigen waren gewoon heel leuk. Die kwamen op feestjes, die gingen uit. Die waren gewoon gezellig. En er waren ook beide Spanje, wij vonden Sandra Kiem heel vervelend. Want wij waren natuurlijk ook bij die stijke bakvissen. Heel vervelende bakvissen. En toen moesten we met haar een foto maken. En toen waren we zo vervelend. Maar wij hadden natuurlijk helemaal niet door dat zij gewoon ook Nederlands kon verstaan. Dus wij zaten met onze naïeve hoofdjes. Kun je dat bontjasje nou zien? En toen kwam iemand tipte ons van, hallo, ze kan alles verstaan. Ze was heel erg lief. Ja, en wat wij ook deden was van alle songfestivalliedjes gewoon eigen liedjes maken. Er was bijvoorbeeld een IJslandse. Ja. En die, daar dachten wij te horen dat ze zongen Lekker bakkie. Ja, de klokkenluider van een Notre-Dame, zeg ik, met cape en capuchon. Hoe dan? Ik vind deze jurk wel ongelooflijk mooi. Hij is prachtig bij het decor, hij past heel mooi bij de huid, hij zwiert lekker, er zit gewoon dans in. Ja, dit vind ik een heel erg mooi plaatje. Je wel net goed met die jurk, hè? Je hebt gewoon geen nipplegate, maar een pussygate. Ik heb het idee dat ze dit uit een leerkelder hebben geshopt en anders in de Warmoestraat. Het ziet er echt niet uit. Dit was, ja, ik ben dol op Willeke Alberti, maar dit was een duikgeval van de verkeerde keuze. Ik vond die ene asymmetrische zijkant echt prachtig.
Maar hij is duidelijk niet getest in het decor. Dus toen je haar zag zingen, zweefde zij. Je zag alleen maar die rechterbovenkant met die glitters en het hoofd erop. Ik zoek jouw gezicht. En dat vond ik heel jammer. Maar het was een hele mooie jurk en een heel mooi liedje. Ach jongens toch, wat een gedoe. Ja, het is ook wat er ook allemaal om die heupen heen zit geplakt en gedrapeerd. Maar dat haar is geen kam doorheen gegaan. Oh, Frissel Sissel, daar word ik echt heel erg blij van. Destijds hadden we daar al mening over. Het was heel goed bedoeld, al die pasteltinten. Maar het was een beetje vormeloos. Het was wel heel erg strandgevoel met die blote voeten eronder. Dus nee, zonde. Nou, we hebben ons laten stylen. We zijn naar een winkel gestopt. En de bekende Didi jurken kregen wij aan. En, ja. En toen was het nog zo, van, we hadden tussen twee outfits voor het nationale. Hè? En bij de ene hadden we al schoenen en bij de andere hadden we nog niks. En we moesten het even in de balletstudio voordoen voor alle platenmaatschappijen. Mensen en manager en nou, die keken ernaar en die hadden zoiets van, nee, er moet niks meer bij. Er moeten geen laarsjes of weet ik wel, fletjes of zo. Nee, gaan we op die blote voeten en dat is leuk, een gimmick. Want ja, dat heb je dan natuurlijk ook echt zo'n geluk. Maar eigenlijk dat we dat toen leuk vonden, hè, die kleren. Ja, maar dat was toen, ja, maar dat was dat toen leuk. Ja, en het waren geen jurken, het was één rok en toen kwam er nog een rok overheen. En toen nog een rok. En er kwam een shirtje en dan nog een shirtje en dan nog een shirtje en dan een vest. Die stylisten die gingen helemaal los. Maar uiteindelijk was het hartstikke leuk. Stylist, hè? Ja, van Didi, Yvonne. Wij waren in één klap bekend in Nederland. En onze naam en onze personen. En we hebben eigenlijk in wezen maar Alles Heeft Een Ritme als hit gehad en Talk It Over. Een heel klein hitje met Round and Round. Maar dat was het. Maar toch echt iedereen vanaf 30 plus... Ja, kent de groep Frissel Sissel wel. En kent ons ook als gezichten nog. Dus het heeft toch... heel veel gedaan. Ik heb nog puntentelling mogen doen voor Europa. Dat was super spannend. Goedenavond, Düsseldorf. Vielen dank voor die fantastische show heutenavond. Oh, wat was dat? Natuurlijk wel leuk. Een fietje met wat je had. Nou, wij gaven Denemarken 12 punten. Nederlandse vakjury. Ja. En de Deense zanger die was zo gecharmeerd van het feit dat ik zei... Denmark, doe ze point. Dat hij iets een voorstel deed in de camera. Oh ja. Een voorstel. Oh ja. Ja. Hij zei, I wanna fuck you. Oh. Ja, in de camera. Dat was wel voor een paar miljoen mensen. En dat was echt... Zag je dat? Dus hij stond in de krant in Denemarken. The MILF from Europe. Nee! Goed hè? Yes. Hij was 24. Oh my god. Maar hij was homo. Dus ja, dat was dan weer jammer. Neem de tijd voor alle dingen. Leef je eigen ritme. Alles kun je laten zwingen. In je eigen ritme. Ritme zit in alle mensen. En zingen kun je leren. Oh yeah, yeah, yeah. Alles heeft een ritme. Plat. Helaas eindigt de Frissel Sissel op de 13e plaats. Our 12 points, they go to... Ik ben Cornel Maas, commentator en voor de Vlaamse kijkers. Ik ben dan dus eigenlijk de André Vermeulen van Nederland. Maar dan zie ik er wel heel anders uit. Ik was een enorm fan van Frissel Sissel toen. In 1986 woonde toen in het studentenhuis in Leiden. Net voordat ik naar een jongenshuis verhuisde en echt tot inkeer kwam. Ja, een jongenshuis in de goede zin van het woord, hè, studentenhuis. Maar ik woonde daar samen met nog steeds een hele goede vriendin van mij. We waren allebei... hartstikke fan van Frissel Sissel, van Alles Heeft Een Ritme. Ik weet niet eens of we daar gelijk in hadden, vast niet. Maar wij zongen dat onder en buiten de douche. En we waren ook hoogst verontwaardigd toen Frissel Sissel niet won. En wel Sandra Kiem, die we toen meteen aan een virtueel kruis hebben genageld. Want dat vonden we helemaal niks. Wij vielen echt voor, laten we zeggen, de schone samenzang, de blote voeten... en die enorme kakkelee hoepelrokken van Frissel Sissel. Alles Heeft Een Ritme, ja, fijn nummer. Wat me heel vaak is opgevallen bij Nederlandse songfestivaldeelnemers is dat ze van tevoren niet goed genoeg nagedacht hebben over wat ze op het podium willen betekenen. En vervolgens zich veel te gek laten maken door allerlei mensen die dan meereizen en die met allerlei soorten adviezen meekomen. Het eindigde dan mee dat de jurken van Mrs. Einstein de dag voordat ze moeten optreden in de Eurovisiefinale nog allemaal verknipt worden tot andere zaken, omdat dat beter zou zijn volgens iemand. Of dat Willeke Alberti in de laatste finale dress rehearsal toch weer van jurk wisselt tot woede van de internationale regisseur.
Of dat degene die met Reunion bezig is met een centimeter, echt zo'n onrolbaar ding, op afrolbaar dingen, het podium opduikt om aan de internationale regie aan te wijzen hoe lang de microfoonstandaard mag zijn. Nou, ze werd nog net niet van het podium afgemapt. Of Gianfranca die afreist met vier modellen die nog nooit een instrument in de armen of handen hebben gehad en daardoor gaan doen alsof ze muzikanten zijn. Dat je echt denkt, oké, okay, je gaat dus naar een WK voetbal of naar de Olympische Spelen en dan daar ter plaatse ga je eens bedenken welke pool je zit en hoe je je qua techniek zult opstellen. Dat heb ik echt zo vaak gezien en daarom is het ook zo vaak misgegaan. Er zijn een paar uitzonderingen. Rutja Kot bijvoorbeeld, die in 1993 meedeed met Vrede, is een van de weinige artiesten geweest die van meet af aan heeft gedacht, weet je wat, delegatie, doen jullie lekker wat je wil doen. Ik zonder me af, kan arrogant wezen of lijken, kan mij niet schelen, maar ik weet precies wat ik wil qua choreografie, qua zang. Ik ga niet naar al die feesten en partijen en ik doe wat ik doe. Anouk, vorig jaar precies hetzelfde verhaal. Tot teleurstelling ook wel van de delegatie natuurlijk. Want ze kwam op geen enkele feestje opdraven zelfs. En ze was voor de Nederlandse pers al daar amper of niet te bereiken. Maar ja, het leverde wel op dat zijn eigenzinnigheid de eigen koers is gegaan. En dat heeft zich ook vertaald in de top 10 positie. Nou, wat je doet is, als je als jury meeoordeelt, je doet het dus niet tijdens de avond zelf van de finale of de halve finale, want dat technisch niet haalbaar is. Dus de avond ervoor, als er een dress rehearsal is, die precies eigenlijk de uitzending is van de dag erna, dan wordt die dress rehearsal live doorgeschakeld. En dan zit je dus eigenlijk op real time, hoe je het ook noemen wil, te kijken met z'n vijf. In dit geval wel met een glas wijn er natuurlijk bij, dat kan dan heus wel. En met alle aantekeningen die je wil maken. En vervolgens te jureren. En je overlegt wel wat, maar mij viel er toch wel op dat mensen het ook wel een beetje voor zichzelf houden, omdat ze kennelijk elkaar niet willen beïnvloeden, althans bij ons was dat zo. En dan aan het eind van zo'n halve finale moet je een rangorde maken van 1 tot 16 bij de halve finales en bij de finale van 1 tot 26. Waarin je voorkeursgewijs aangeeft, nou dit is mijn nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. En daar komt een totale uitslag van, die dan de uitslag namens Nederland is. Wil jij kans maken op dit Eurovisie Songfestival prijzenpakket? Let dan goed op. Texas Lightning deed in 2006 mee aan het Songfestival. Maar voor welk land was dat A, Duitsland, B, Zweden of C, Noorwegen? Dus voor welk land deed Texas Lightning mee aan het Songfestival? Was dat A voor Duitsland, B Zweden of C Noorwegen? Mail je antwoord naar redactie@oud.tv. En wie weet win jij dit Eurovisie Songfestival prijzenpakket. De winnaar van vorige week verschijnt nu onder in beeld. Oud.tv geeft 2 kaarten weg voor de Grand Finale op 10 mei in Kopenhagen. Wil jij kans maken op deze kaarten? Vul dan de poll in op de Oud.tv Facebookpagina. Emily de Forest won vorig jaar met haar Only Teardrops het Eurovisie Songfestival voor Denemarken. Vandaar dat dit jaar het muziekcircus neerstrijkt in Kopenhagen. Wij vroegen wat het winnen van het Songfestival voor haar heeft betekend. I've been traveling a lot. I've been to Belarus, China, the United States with my music. And so many different countries in Europe. I counted it recently, I think 25 countries or something. And then I released an album and that has always been a dream since I was little. So I'm really, really grateful for that, that I can make a living out of my music, and that's because of the song contest. I actually really like the Dutch song. It has this country folk vibe and really great harmonies, which I'm very inspired by, and it was that kind of music I did before Eurovision. It has some of the same influences even today. These two will definitely make it to the finals. I mean, I like all the old stuff. I mean, ABBA with Waterloo. Waterloo. Yeah, make it talk. 1, 2, 3. Waterloo, I was defeated, you won the war. Waterloo, promise to love you forevermore. Da-da-da-da-da-da. Waterloo. Couldn't escape if I wanted to. Mm-mm. Waterloo, knowing my fate is to be with you. Waterloo.